Ja, ja, lieve vrienden, een hele, hele goede middag. Het is vandaag alweer een maandag 2 september en we leven op de tijd van 13:48. Ja, de meisjes willen er nog uit, maar het is ook een bloedje warm. Althans, bloedje warm. Daar zegt hij 25, daar zegt hij 27, dat scheelt 2 graden. Ik weet niet. Bedup. Ga even hier kijken wat die zegt. 25 graden en het voelt ook al 25 graden. Dus waarom die 27 zegt, weet ik ook niet. Daar zegt hij nou in 1 uur 24. Dus ja, wat het is, we weten het niet. Het zal mij een worst wezen. Maar ik ga in ieder geval wel met de meisjes uit. En een rustige middag. Ik geloof wel dat Patrick zou komen. Maar Willy komt niet, die heeft vakantie. En ik zou morgen hulp krijgen, maar die heb ik gezegd van nou, laat die eventjes wegblijven tot donderdag. Want morgen is wel de laatste juttetjesdag. Ik zeg in de laatste juttetjesmarkt, ik zeg van het jaar, ik zeg, maar die wil ik niet missen. Moest ze lachen. Ze zegt, oké, meisje. Ze zegt, is goed. Dan donderdag deze week. Ik zeg, het is enkel deze week nog. Dus ja, ik zeg, en dan nog 2 weken. Ik zeg, dan kan ze gewoon komen. Maar ja, ik zit ook met mijn begeleiding. Die komt ook op dinsdag. Nou ja, het loopt wel los allemaal. Kijk, donderdag komt er niemand. En dan kan ik haar rustig alles uitleggen. En dan kan ze andere week dinsdag gewoon weer normaal aan het werk gaan. Ook al heb ik mijn begeleiding hier over de vloer. Ja, toch? Ja, dat dus. Maar ja, ik zit mij al het laplazig te zweten. En ik heb ja, boven wel aan het werk geweest ook. Hè? Dat moet ook weer gedaan, moet ook gedaan worden. Dat doe ik iedere dag hoor. Ben ik boven even wel aan het werk. Ja, je moet toch alles bijhouden, hè? Nou ja, en vannacht was het ook een latertje. Althans, ik zou al op bed en toen belde Karin en die was onderweg. En dat heb ik jullie al verteld, dat ze onderweg was. Maar ze heeft later weer gebeld, want de externe harde schijf was eruit geknald. Ja, dan moet je hem weer opnieuw opstarten. Maar ze heeft het voor elkaar gekregen, dus ja, ik kan gewoon straks ermee aan de gang. En ik ga niet weg of zo, want daar is het, ja, het weer wel naar, maar een beetje te warm om in de stad rond te hangen. Ja. Ja, er zit een streep op mijn bril. Het is geen haar, maar een vieze streep. Nou, die moet ik even schoon hebben, want daar zie ik twee strepen zie ik. En dat kijkt niet fijn, nee. Dat kijkt echt niet fijn. Dus dat gaan we even proberen weg te halen. En blijven de strepen komen. Ja, ook die bril is natuurlijk vettig. Van je huid. En ik kan wel blijven schoonpoetsen. Maar ik moet weer eens een keer in een bad. En ik moet de keuken vandaag doen, want dat ziet er ook niet uit. Ja, alleke belangrijk, het hangt me niet op mijn rug. Nee, zo. Het hangt me niet op mijn rug, maar het moet toch wel een keer weer gedaan worden. En of dat vandaag is of morgen of overmorgen, maakt me geen reet uit, maar het moet wel gedaan worden. Ja. Maar ja, komt wel. We gaan nou eerst lekker even met de meisjes lopen. En daarna zal ik kijken met die vlog van Karin. En ik moet even muziek erbij zien te vinden, etcetera. En dan het liefst een lange nummer. Ja, van een aantal tig minuten. Ken ik ook.
En Rijk ligt nou in de mand. Dus dat dus. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van het prachtige mooie weer. Want dan hebben we weer in de pocket. Voor een heleboel mensen is het te warm. Nou, ik vind het heerlijk. Maar laat je deur, laat je huis dicht. Laat ik het zo zeggen, laat je huis dicht. En ik moet ook, eigenlijk even een paar nieuwe tasjes uit de la zien te pakken. Die ik nooit gebruik. Ik gebruik maar eentje voor boodschappen. Maar ik heb ook nieuwe tassen. Moet ik mee naar boven, want die babywas moet erin voordat ik het opgevouwen heb. En ik heb al 2 tassen vol. Bijna 2 tassen vol. Dus ja, dat dus. Maar ik heb ook... ik had er ook wat... Oh ja, de bak heb ik wat ingedaan. Dus ja, ik ben lekker bezig hoor. Ik ben druk wat dat er gaat. Ja, je moet alles wel, je moet er wel over hebben voor je dochter en je kleinkind, hè. Ja, echt waar. En, maar ja, dan denkt Karin dat ik verder niks te doen heb. Maar ja, ik heb heel wat voor haar te doen en te regelen. Ja, druk bezig, maar zo, dat weet zij niet. Net omdat ik daar gekocht heb en waar 1 hout in moet. Dat, ik heb het jullie wel verteld, maar niet laten zien. En het staat achter mijn beeldscherm, want ik doe er iedere keer wat in. Ja, dat dus. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet ze. En geniet ook een beetje met ons mee. Tot later. Ik wou net zeggen, Rijke, ga je je eigen schamen? Hé? Ga je je eigen schamen? Nee, toch? Nee, ja, je bent te lief, hè? Hé, hoe moet je zo'n gaapje doen? Als je moet gapen, dan ga je maar slapen. Ja. Nou, en ik had al gezegd, Patrick die komt. Dus ja, die is gekomen. En Elwing die duikt net bij er. En die keek mij aan van, mag het wel? Ja, het mag. Hé? Joé. Lekker, even kroelen. Jij, ook zo lekker. Oeh, daar genieten we zo van. Jij. En Kandalfie die ligt lekker daar in de stoel te slapen. Ook lekker. Daar geniet ik gewoon van. Jij. Ja. Ja. Lekkere kind. Oei, oei, oei. Ja. Maar in ieder geval, wij gaan nog een bakje koffie doen, hè? Zeker, ja. Lekker, lekker, lekker. Altijd goed. Altijd goed. Ja, zeker te weten. Oeh, die kop omhoog. Oh, gooi je. Hé, lekker ding. Ja. Rijke gaat weer in de groene bakje. Ja, 9 of 10 keer. En waarom, ik weet het niet, hè? Kiekeboe. Kiekeboe. Ga je ook laten horen, man? Miauw. Jij lag toch lekker te slapen? Ja. In ieder geval, die gaat weer blokjes lopen, hè? De avondvierdaagse, om mij heen, of niet? Nee, ga je pauze houden? Mag ook. Maar in ieder geval, wij gaan aan de koffie. Dus tot later. Zo gek als een deur. Maar er zitten ook wat vlindertjes in de vlinderstruik. En ze vliegen af in, hè? Ja, ik weet niet of ik inzoomen kan en of ik een antwoord krijg, maar zie ik zelf helemaal niks. Ik zie helemaal niks. Ja, daar dus. Vleugeltjes dicht. Dus ja, dat dus. Ja, echt waar. Daar ook nog een. Maar ja, we hebben weer het een en het ander veranderd. Kijk dan. En dan zijn er 2 gek. Maar ik zei al, we hebben het een en het ander weer veranderd. Dat gaat ook weg. Dat is de picknicktafel. En we hebben het nou niet zo. Jo, gezellig. Of niet dan? Kun je lekker buiten zitten toch? Ja, nu wel. Lekker hoor. Lekker hoor. En krijgen we visite, nou, er staan nog 2 stoelen. Die kunnen er gewoon bijgezet worden. En dan kan de salontafel desnoods naar voren.
Oftewel, momenteel, terrastafel. Ja, of niet dan, Elwing? Ja, hè? Ja, hè, kind? Jo, oei, 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 hè? Dat dus, hè? Ja. Wat ruik je allemaal, hm? Wijfie. Maar we gaan nog weer aan de koffie. Ja, wel, hopelijk nog, daar. Nee, ja! Godverdikkie, wat was die laag? Kanonnen, wat voor vliegtuig was dat? Gaan we kijken. Ja, lieve vrienden, het is weer de hoogste tijd om de meisjes uit te laten en naar bed te gaan. En dat gaan we dan ook wel weer doen. Het is inmiddels 1:20 uur. Ja, dus bijna 1:30. En het is ook nog steeds 20 graden, dus het is een klamme nacht. En daar werd al voor gewaarschuwd, maar ja, waarschuwing, hè? Vroeger hadden we het ook, dus waar, en er werd er ook niet gewaarschuwd, of wel dan? Nee, dat dus. Maar in ieder geval, wij gaan lekker even naar buiten. Ik doe wel een vest aan, want anders is het toch weer te koud. Vooral langs die rothoek daar ginds. En dan gaan we lekker lopen. Maar ik ga hier zelf wel even naar het toilet. Die ligt daar lekker. En daar ligt er ook eentje lekker. Hé, wijfies. Mijn lieve meisjes, hè. Joh. En ik heb mijn tafeltje net nog even schoon gepoetseld. Dat was ik vergeten. Hier, op deze plek hier ongeveer. Had een, de sticker gezeten met het bedrag erop. En dat plakte dus nog een beetje. Ja, dat heeft me met glasseks, zou ik zeggen. Nee, ontvetter. Weet uit mijn hoofd niet hoe dat heet. Daar heb ik mee schoongemaakt. Want dan beschadig je de lak niet mee, maar wel het vettigheid van lijmresten, etc. En kaarsvet en weet ik veel. Kun je ermee proberen te verwijderen? Nou, sowieso lijmresten, dat wil wel. Dus dat heb ik net eventjes gedaan. En dan nou gaan we lekker er tegenaan om. Dus, en de vaatwas, ja. Ook die is klaar. Ook de keuken is schoon. Ik had morgen de ochtend moet ik die tas even naar boven brengen. Maar het aanrecht is weer blinkend schoon. Voilà, je wordt gelijk verblind. Ja, de gootsteen, de kookplaat. En ik heb mijn kopje afgewasje. Dat is mijn waterglas, die grote, en die kleine is mijn wijnglas. Nou ja, en daar, als ik thee drink, hang ik daar het theezeefje boven, dus, om uit te lekken. Dus alles is schoon, schoon, schoon. Ik moet enkel dat lampje morgen niet vergeten. En ik hoop dat het morgen wat knap weer is. Ze hebben wel weer regen voorspeld en onweer. Maar dit lampje moet ik meenemen, want ik heb in de koelkast geen licht meer. Maar het licht is uit. Ja, wat verdeed hij. Helemaal donker. Ja. Dus ja, dat moet eventjes weer geregeld worden. Want dit is niks dat je in een donkere koelkast terechtkomt. Nee, en dan zal ik het licht weer even uitdoen. Ik heb wel alle nieuwe tas klaargelegen voor de babyspullen weer. Die kan ik wel mee naar boven nemen waarschijnlijk. En anders komt het ook morgen wel. Hè? En ja, morgen komt natuurlijk ook Erwin weer. En ik weet niet of hij die collega meeneemt die ik er ook bij krijg. Maar dat zien we dan wel weer. Hé? Gaan we zo meteen lopen? Kijk, die gaat al eten. Ja, dat is een hamster. Net een hamster. Hè? Bekje vol met brokken, mee naar de bank en ze legt het op de bank meer en ze gaat eten. Hoe dan? Ja, daarom zeg ik net een hamster.
verkeerde naam gekozen worden. Hé, een hamsteraar. Ja, je bent een hamsteraar. Hé, meisje. Maar oké. Ja, lieve vrienden. Daarom zeg ik, het is de hoogste tijd om te gaan lopen. En daarna naar boven toe. En lekker slapen. En ik wens jullie allemaal een hele fijne nachtrust. Welterusten. Slaap lekker. Met mooie dromen. En jullie weten het. God die houdt over ons allemaal de wacht. Daarom zeg ik graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei.